Goedemorgen en welkom bij Vlogmas dag 8, 9, dag 9. Het is 5 over 10 en ik ben al even wakker. Ik op zich niet heel veel doen vandaag. Ik moet in ieder geval paardrijden straks. Ik moet mijn bed afhalen, want ik werd net wakker met, ik weet niet of je het kunt zien, natuurlijk niet. In ieder geval, mijn hele armen zitten onder de bultjes. En gisteren had ik dat ook, maar gisteren was het echt om mijn pols, alleen een klein stukje. Dus dacht ik misschien dat het door een flow komt of zo. Maar nu zit echt gewoon mijn hele onderarmen, hele armen zitten onder. Dus mijn moeder dacht dat het een allergische reactie was. Ik zou niet weten waarvoor, want ik heb echt nog nooit gemerkt dat ik ergens allergisch voor was. Maar ja, ik moet in ieder geval even mijn bedden goed in de was. Misschien dat het daarmee te maken heeft. En ik ga nu even als een rondel smeren, want dat jeukt nogal. Zo kun je het wat beter zien. Ik had het in de vlog van gisteren trouwens over dat ik ze graag wilde schaatsen. En toen kreeg ik vanochtend een appje van Donna, dat ze mijn vlog had gezien, dat ze ook wilde gaan schaatsen. Dus nu gaan we volgende week donderdag waarschijnlijk gaan we eerst schaatsen bij de Irene Wüst ijsbaan. En dan gaan we daarna naar Rogue One in de Euroscope. Dus dan kan ik mooi gaan schaatsen en Donna gaat mee. Dus dan kan Donna mooi wat filmen, hoop ik. Dus ja, dan gaan we in ieder geval naar thuis vlog met schaatsen. Ik moet wel eerst mijn schaatsen nog gaan zoeken. Ik weet eigenlijk niet of ik hier überhaupt al iets over verteld heb. Maar met de manager gaan wij het weekend van 7 januari gaan we een nieuwjaarsshow doen. En dan, trouwens, natuurlijk heb ik daar wel iets over verteld. Dat hebben jullie al in de vlog van vorige week kunnen zien. Maar ja, ik zet er dus proef voor elkaar en ik ben nu ook aan het zoeken naar muziek. Want we moeten dus zelf muziek regelen. En het lijkt me eigenlijk wel heel leuk als ik zeg maar, zelf een soort mix kan maken. Want met muziek, als je muziek rijdt, vind ik het altijd belangrijk dat het past bij het ritme van als je rijdt. Dus zeg maar in draf moet dat sneller en een stap wat langzamer. Dus ik wil eigenlijk gewoon zeg maar, zelf een mix maken met verschillende liedjes. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik weet helemaal niet of het kan. Nou ja, ik zou het zeg maar qua muziek. Met, ja, ik weet zeg maar ook niet met welk programma je dat doet, maar dat zou niet zo moeilijk moeten zijn om te vinden. Ik kan met Final Cut Pro maken, maar er zit er ook beeld bij, dus kun je Dance dan niet als mp3 op kan slaan. Maar ik wilde eigenlijk ook vanavond nog even, want ik heb nu, de proef die vorige week had gereden was 1 minuut 20 en we hebben 4 minuten. En ik denk dat ik nu heb uitgebreid tot 4 minuten ongeveer. En dan wil ik hem dus straks ook even filmen dat ik het... Ja, zeg maar op die manier met de muziek kan timen. Maar dan moet het eigenlijk wel eerst goed gaan. Dus ja, ik ben nu al een beetje kijken welke muziek ik zou kunnen gebruiken. Ik vind bijvoorbeeld heel gaaf, wat hebben wij vroeger met 8 hours gedaan. Op He's a Pirate van Pirates of the Caribbean. Maar dat is meer een galoptempo en galop zullen wij niet gaan doen. Maar ja, ik ben wat dingen aan het opschrijven en aan het proberen. Nou, ik ben dus al... Ik denk al wel een uur bezig om muziek te maken voor de nieuwjaarsshow. En ik denk dat ik het nu al een beetje heb. Het is echt de eerste keer dat ik überhaupt met Audacity werk en dat ik zoiets maak. Maar ik vind het niet verkeerd. Ik dacht ik zal het laten horen. Thank you.
gisteren niet gefilmd, maar we hadden gisteren moest onze Prius naar in de garage om voor de keuring, want die was al zo'n 1000 kilometer over, dus zeg maar de afstand heen waarna die gekust zou moeten worden, 127.000 kilometer. En vandaag moest ik hem ophalen, dus ik ga nu even ga ik in mijn auto, rijden mijn moeder en ik met mijn auto naar de garage en dan gaan mijn moeder met de Prius terug. Dat gaan we nu even doen. Ik zit nog even de vlog van Tanja van gisteren te kijken en daarna ga ik paardrijden. Ik moet even kijken op wie ik ga, want vorige week was waarschijnlijk ga ik straks met de show op Future niet op Mirabella, omdat Mirabella, ja, er moet toch best wel veel dicht bij elkaar, dicht langs elkaar gereden worden. En Mirabella, die wil nog wel trappen, dus met haar durf ik dat niet. Dus ik ga, en donderdag, normaal gesproken op Future en die doet niet mee, dus waarschijnlijk ga ik hem op Future, maar die was vorige week kreupel. Maar mocht hij na deze week weer, ja, zeg maar weer goed zijn, misschien ging ik dan donderdag naar ruilen, want die wilde op zich komen Mirabella. Want Donald doet dus niet mee, dan kan zij gewoon achteraan rijden met Mirabella en dan kan ik gewoon voorop rijden met Future. Maar dat zie ik vanzelf wel. Hier moet je in, meid. Mira heeft nu een afgelegen stal. Auw, dat was me goed. Dat ze niet zoveel mensen houdt. En hier kan ze in ieder geval niemand bijten of bang maken. En ze is ook een stuk rustiger nu ze hier staat. Hé? Ja. Nu ben je een stuk minder chagrijnig. Een van mijn trouwste kijkers gaat proberen om voor de vlog in een kluisje te kruipen. Oké, nu dicht. Daar gaat hij niet meer open. Nou, het past. Tadaa, ik kom uit de kast. Oh, ben je nu niet meer, ben je nu boos? Ben je camera schuw? Ik had een deur mee. Ik kijk ook maar twee, dat is alleen voor de katopening. En gooi hem nu op de grond ook. Echt een slim paard. Dom. Oh, de deur is de kat. Kat, ik ga dood. Kat is plat. Alles voor de views. Ja. Doe het voor de views. Doe het voor de views, kom. Nope. Hij ligt op die daddy. Boos. Je bent echt camera schuw. Nou, het zond is 9:30. Ik heb bij paardrijden niet meer gefilmd. Het is er gewoon niet van gekomen. Want we gingen de proef oefenen en ik wilde eigenlijk nog dat filmen, maar toen was het was les al afgelopen. Want ik wilde eigenlijk filmen als we op muziek reden, maar daar zijn we eigenlijk dus niet aan toegekomen. We hebben net, ik heb mijn moeder even als de dijken breken van vorige week gezien, want die hadden nog niet gekeken. Dus daar kunnen we, zijn morgen gewoon bij. En ik ga nu nog de vlogs van Zoe en Joe kijken. Dus ik denk dat ik bij deze meteen een vlog af ga sluiten. Dan kan ik nog op tijd editen en ik morgenochtend werken. Dus ik ga niet al te laat naar bed. Dus dan hoop ik dat jullie deze vlog toch leuk vonden. Dat is niet, ik heb niet echt heel veel gedaan zo, en ik heb ook niet heel veel gefilmd. Dit zal wel, ik denk dat de kortste vlog tot nu toe is. Maar ja, ik hoop dat jullie het toch leuk vonden. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei!